Het al van het wordt steeds drukker, ook op straat. Maar niet alleen op straat, ook op de volgende plek waar we een kleine video van hebben. Zo, even kijken hoe druk het is bij het Rutbeek. Kijk dan. Afgelopen hemelvaartsdag was dit. Ja. En je hoort mijn eigen stem. Ik was er zelf op uitgetrokken. Om eventjes toch daar mezelf in het gras te vleien. Maar dit waren inderdaad de taferelen die we daar tegenkwamen. Ik heb het zelf nog nooit zo druk gezien, eerlijk gezegd. Ja. Nou vind ik eerlijk gezegd, dat doet mij wel goed hoor. Om weer wat mensen te zien dat dit nog kan. Ja, ik begrijp je vraag wel. Is het niet te druk? Ja, nou, en wij spraken dus met de voorzitter van de beheerder van het Rutbeek. En die zei, alles ging prima, wij zijn tevreden. En ergens bij ons op de redactie hadden wij het over, is het toch een beetje, wringt het wat? Omdat je hebt ook mensen ik ken die verhalen uit Schiedam, die met z'n vieren zeg maar samen buiten komen en buiten samenkomen en een boete krijgen. Ja. En dan zie je dit en dan denk je toch een beetje, ja. Ja, natuurlijk denk je dat. Dat is ook, we waren er niet bij in Schiedam. En wat voor woorden daar zijn gewisseld en goed is gegaan, weten we niet. We kijken erop, we kijken er niet in. Maar als je dat zo steriel bekijkt, dan is het natuurlijk heel raar. Hè? Ben ik het helemaal over eens. Mooi dat jullie dit doen. Ik heb heel veel fietsen gezien. Enschede Fietsstad. Dus dat is een plus. Heel veel jonge mensen. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook lastig. Hè? Als je nu hebt van mij drukte. Ja, dan moet je er eigenlijk niet naartoe. En dat is natuurlijk ook een van de regels. En ja, het is ook weer makkelijk om te zeggen, maar wel heel erg waar. Het is echt primair de mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om de volksgezondheid. Dus als ze niet goed gedragen hebben, anderen er ook erg veel last van. Geen tweede golf, alsjeblieft. Dus het is de hele tijd op eieren lopen. Want als ik dit zie, dan krijg ik filmpjes thuis. Dan ga ik natuurlijk even in de telefoon en zeg, jongens, gaat dit wel goed. Die pijn moeten we ook maar blijven organiseren. Want op een gegeven ogenblik, dan zul je toch weer iets moeten doen dat het wat minder gezellig kan worden en op tijd dicht, wat je nu in het Rutbeek hebt. Zie ik best wel een beetje tegenop hoe het verder in de stad gaat met het geleidelijk aan losmaken van alles. Ja, voor mij drukte. Het is net of de ijsbaan open is. Is het ook een beetje, want het gaat ook om de handhaafbaarheid van een anderhalf meter. Het is gewoon heel lastig, snap ik ook heel goed. Maar ik kan me ook voorstellen, ik weet het niet, hè, maar dat je een beetje, waar wordt er nou nu naar gekeken dan? Van of het een beetje qua besmettingen rustig blijft. En mocht dat niet zo zijn, dan wordt misschien de broekriem weer wat strakker aangetrokken. Moet ik het zo een beetje zien? Ja, ik heel snel de nieuwe coronawet, die ik ook nog niet ken, maar die kent vier kleurtjes. Groen, niks aan de hand. Geel, dan moet de burgemeester wat doen. Oranje, dan moet de voorzitter van de veiligheidsregio wat doen. Rood, dan gaat er landelijk wat gebeuren. En dat wordt gekoppeld aan objectieve criteria. Wanneer het welke kleur wordt. Ja. Dus dan kunnen we weer opschalen, wat we hopen niet hoeft, wanneer corona weer de echte kop opsteekt. En verder moeten we er echt met elkaar naartoe, want dat hebben we de hele tijd heel goed is dat gelukt. Naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen hebben ze enorm genomen. En dan beperken wij ons echt tot de excessen. Waar mensen structureel, langdurig of zwaar provocerend de publieke ruimte, de regels aan hun laars lappen. En er zijn natuurlijk heel veel grijze gebieden waar je echt wel zou kunnen zeggen, nou, hier is het klaar, dit moet niet. Maar we kunnen niet overal zijn als overheid. En het is ook niet zo, daar moeten we ook echt vanaf, zolang de overheid niet ingreep, mag het. Dat is natuurlijk een krankzinnige gedachte. Wij zijn niet de spelleider van de samenleving. Nou, dan zegt u wat, want ik speurde dat bij mezelf een beetje. Dat ik ook een beetje zit te zoeken altijd, nou ja, wat zegt de wet dan? En dan kunnen we zeg maar soort van daartegen net tegen aanschuren. Maar uiteindelijk gaat het ook een beetje om de common sense van iedereen. Juist wat mensen over Zweden zeggen, daar is het wat losser. Dan moeten we zelf ook die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Absoluut, want dat is spel wat ik het hele vind ik ook een naarspel. Dan krijgen we daar een compliment voor van protocollen van allerlei branches, hoe ze het gaan doen. Maar zo'n protocol is geen vergunning. Hè? Als we dan zeggen, nou dat is goed, ga je gang, dan is je verantwoordelijkheid niet afgelopen. Dus als de terrassen zo meteen open gaan, vind ik het heel belangrijk dat de mensen die exporteren ook gewoon zeggen, als je je niet gedraagt op een terras,
je bent er eerder vanaf dan ik de politie heb kunnen bellen. Want je bederft het voor de rest. Je maakt mijn handel kapot. Maakt de handel van andere mensen kapot. Dus niet doen. En als je als exportant gaat zeggen, nou ja, goed, ik heb er geen probleem mee, want de politie ziet het ook niet. Ja, dan zijn we echt met elkaar bezig. En dan wordt het heel kostbaar.